het laatste nieuws over het Auweverbal en het kaleidoscoopproject in de Fluwelen Grot. Donderdag 28 februari is weer het grote Leeuw Auweverbal in Valkenbergh. En degene die daar het meer van weet, dat is Bob Heugen, dat staat hier naast mij. Bob, zijn er nog nieuwigheden over het Auweverbal? Zeker zijn er nieuwigheden over het Auweverbal. 28 februari, en zo wie de traditie het metgeuf, begin voor hem het schmiddes op het hele Dorpplein. Daar wordt Berpkauw opgelaten. En dan het s'avonds barst het feest los op het Warmplein en in de Grote Straat. We beginnen dan om 17:45, begint het programma, zijn de poorten open van het Warmplein. En ook in de Grote Straat zal daar de DJ dan beginnen met een feestje te maken. Ja. En is er dit jaar ook een entreeprijs, heb ik begrepen? Ja, we hebben er dit jaar voor gekozen om een entreeprijs te doen. En dat is €5 op het Warmplein. De Grote Straat is free entree. De betaalt dan €5 op het Warmplein. En krijgt ze dan ook 10 toiletbandje. Kunnen ze de ganse avond gebruik maken van de toiletten. Ja. Ja. En wie zit het met de omwonenden van het plein? Moeten die nog ergens rekening mee houden? Nou ja, het zou prettig zijn als ze er rekening mee houden dat we beginnen met opbouwen. Dat is de dinsdagochtend, 26 februari. En dan wordt eigenlijk aan de bewoners gevraagd van je parkeerige auto dan op het Berkelplein of aan de burgemeester Hensingel. Dat hebben we ook met de gemeente zo afgesproken, dat ze daar dan kunnen parkeren met een vergunningenkaart. En dan kunnen we weer starten met de opbouw. En dan zorgen we dat vrijdag in de loop van de middag, eind maart is dat, dat het plein weer toegankelijk is voor te parkeren. Ja. Is er nog een nieuwe indeling van het plein? Ja goed, we hebben natuurlijk een gans nieuw Walrenplein. En er zijn wat zaken veranderd. Dan kun ze binnen aan de kant van Hotel Vonk, Hotel Palanca, daar kun ze het evenemententerrein op. Daar kun ze die bandjes kopen, die consumptiebonnen kopen. En vervolgens lopen ze dan eigenlijk het feestterrein op, zal ik maar zeggen. We hebben ook gezorgd dat ze droog kan staan onder een tweetal grote overkappingen. Die zien er iets anders uit dan voorgaande jaren. Dat heeft natuurlijk met de indeling van het terrein te maken. En verder zijn er geen kleinigheden anders. Een hekje waar ik je wat anders tijd, de ledwall die iets anders tijd. Maar dat, ja goed, daar hebben de bezoekers geen last van. Daar hebben ze alleen maar vreugde van, zal ik maar zeggen. Het programma, is het een beetje wie voorgaande jaren, hetzelfde principe? Het principe is hetzelfde, alleen we hebben getzaken veranderd. Dat betekent dat we van ongeveer 26 artiesten teruggegangen zijn naar 20 artiesten. De artiesten hebben eigenlijk met name aan ons aangegeven, ja, we zouden eigenlijk meer ruimte willen in het programma, zodat we meer als ding kunnen doen. Dus hebben we als organisatie gemeend om die artiesten gewoon te boeken en te vragen om een 20, 30 minuten optreden te doen, zodat we nog een ding goed kunnen doen. En dan hebben we ook nog geluisterd naar het plein, gekeken naar het plein de afgelopen jaren. Wat voor gezin hebben, is dat er toch met name heel veel jeugd staat. Dus hebben we in onze kennissenkring mensen gaan vragen van, aan de jeugdigen, wat vind je hier nu? Wat wil je hier nu? Nou, ze zouden het toch wel chic vinden als er een half urk of een urke gaat raamptaamp gemaakt is horen. En goed, dan hebben we ons nog een check en dan hebben we in de vorm van rauw wieverbal, zo noemen we dat, een aantal artiesten bereid gevonden om een half uur lang daar een feest te maken met een goede bas, zal ik maar zeggen. Dus en dat gaat dan plaatsvinden. Ja. Kunnen jullie ook dezelfde avond nog kijken op tv naar het Auweverbal? Helaas hebben we geen livestream. Ook dat is een keuze die we gemaakt hebben. Eigenlijk zouden jullie gewoon naar het Warmplein moeten komen en daar moeten komen kijken wie het, wat voor een feest het wordt. Ja. Dus helaas, we hebben geen livestream. Allemaal naar het Auweverbal op het plein komen. Ja. Op 15 februari bezochten de basisschoolleerlingen die mee hadden gedaan aan het Kaleidoscoop-project hun eigen kunstwerk. Mijn naam is Nicole Mulkens, ik ben hier namens Kaleidoscoop. Het Toon Je Talent-programma is voor de bovenbouw in de basisscholen. Die zitten al in Maastricht op verschillende basisscholen, nu sinds 2 jaar ook in het Heuvelland. Basisschool Berg, OBS Berg, die doet nu voor het tweede jaar mee en voor het eerste jaar met het Toon Je Talent-programma voor de bovenbouw. Wat Toon Je Talent eigenlijk wil, is dat kinderen een mogelijkheid zien om hun talenten te ontwikkelen. Dus kijken waar ze echt goed in zijn op het gebied van beeldend, dans, toneel, muziek. In dit geval is dat beeldend. We proberen altijd een link te leggen met een culturele instelling. In dit geval is dat de Fluwelen Grot. We hebben in samenwerking met hen een programma opgesteld. In de Fluwelen Grot zijn schilderingen te zien.
met houtskool van de Gemmer. En de kinderen die hebben ook een gebruik om de wedstrijd te maken in een beetje eenzelfde stijl, maar dan met een soort piepschuimplaten en pastelkrijg. En ze hebben dus allemaal een verschillende legende uitgezocht in groepjes. En daar hebben ze een samenvatting van gegeven. Een beetje stripvorm, dus een paar plaatjes waar je dan de legende vertelt. Rondleiding door de grot, waarbij de legende van Walram en Reginald werd benadrukt, konden ze hun kunstwerken bezichtigen. Deze zijn tentoongesteld in de fluwelen grot in Valkenburg. Op de woensdagen worden de ouders en familie een mogelijkheid aangeboden de kunstwerken te bezichtigen in de grotten. Opening, feest of nieuwtje te melden? Mail info@tvvalkenburg.tv.